Kerkrade is trots op Gaia Zoo. Niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners hebben een hele sterke band met Gaia. Deze dierentuin is een uitstekend voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gaia betekent aarde. En hier laat men zien hoe je op een verantwoorde manier omgaat met deze aarde. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat Gaia uitsluitend gebruik maakt van duurzame energiebronnen, FSC-gekeurd hout en zelfs bij de inkoop van kroketten wordt gekeken naar duurzaamheid. Ander belangrijk punt is bewustwording. En voor bewustwording zorgt Gaia bij haar bezoekers. Daarover zal Rob Huppers, directeur van Gaia Zoo, u veel meer vertellen. Gaia Zoo is in 2001 geopend, jaarlijks ongeveer 450.000 bezoekers. In totaal dus meer dan 2,5 miljoen mensen inmiddels in Kerkrade deze weg gevonden. We werken hier met een 60 vaste medewerkers, maar vooral heel veel uitzendkrachten. Maar vooral doen we natuurlijk voor ons publiek veel vaste abonnementhouders, ongeveer 40.000 elk jaar die hun abonnement verlengen. Dus ik denk dat we als Gaia onze plek in de maatschappij wel veroverd hebben. Nou, het aspect people is natuurlijk overduidelijk aanwezig. We zijn weliswaar een dierentuin, maar alles draait voor en door mensen. We zijn een werkgever op de eerste plaats. We hebben 60 medewerkers in vaste dienst. Maar we hebben vooral heel veel uitzendkrachten. 40.000 uur per jaar huren we in aan uitzendkrachten. Maar we werken ook bijvoorbeeld met organisaties als Radar, verstandelijke gehandicapten, die al vanaf het eerste uur dat het park geopend is, elke dag het park weer schoonmaken. En die jongens die voelen zich hier thuis en dat is voor ons heel belangrijk. Als je het hebt over people, heb je het ook over bezoekers en met name dan abonnementhouders. Voor een kleine dierentuin hebben wij met ruim 40.000 abonnementhouders een enorme betrokken groep mensen die bijna dagelijks het park komt bezoeken. Die houden ons op de hoogte van wat ze belangrijk vinden en wij luisteren natuurlijk heel veel naar de mensen. Maar people gaat ook over educatie. Het hele park draait natuurlijk om natuurbehoud. We willen de bezoekers bewust maken van het feit dat ze een beetje zuinig moeten omgaan met de natuur. En educatie is daar het toverwoord in. Per jaar hebben wij denk ik 15.000 schoolkinderen die het park bezoeken. Die doen hier speurtochten, die doen allerlei educatieve spelletjes. Want we willen dat de kinderen bewust worden van de kwetsbaarheid van de natuur. Ook dat is Gaia en dat is people. Een goed voorbeeld van MVO op het gebied van Planet binnen Gaia Zoo is het feit dat wij met verschillende diersoorten fokprogramma's hebben. Dieren zijn bedreigd in de natuur en die willen we natuurlijk ook als dierentuinen graag beschermen. Daarom coördineert Gaia Zoo met de Afrikaanse wilde hond het Europees gezien het fokprogramma om deze diersoort binnen dierentuinen gezond te houden. Daarom werkt Gaia Zoo ook samen met een project in Zimbabwe. We geven daar financiële steun aan en dat project wat die wilde honden beschermt, die betrekt ook nadrukkelijk de lokale bevolking daarbij, zodat zij alternatieve inkomstenbronnen hebben en begrijpen wat het belang van de Afrikaanse wilde hond in het natuurlijke ecosysteem is. Dus dat is heel belangrijk en vinden we ook belangrijk om aan onze bezoekers door te communiceren dat we wereldwijd ook de natuur graag willen beschermen. Niet alleen de natuur ver weg in Afrika of Azië is bedreigd, maar ook dichtbij hebben we natuurlijk diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn. Ja, een heel bijzonder Limburgs voorbeeld is natuurlijk de korenwolf, die enkele jaren geleden verdwenen was uit de Limburgse natuur. Gaia Zoo die werkt ook aan een fokprogramma om dit kleine diersoortje dicht bij huis weer te kunnen uitzetten in de natuur, zodat hij weer terugkomt in het Limburgse landschap. Een tweede voorbeeld van Planet is kiezen voor groene energie, groen gas en natuurlijk auto's met een zo groen mogelijk energielabel. Nou, de derde P is natuurlijk de P van profit. We zijn ook gewoon een normale BV, een commercieel bedrijf. We hebben een omzet van 7 miljoen. Wat wij doen met onze winsten is die vooral herinvesteren in het park zelf, nieuwe dierverblijven. Maar daarnaast hebben we ook ons eigen Gaia Nature Fund, een stichting waarbij het geld wordt besteed aan doelen in continenten als Afrika en Azië, waar ook onze dieren vandaan komen. Profit is winst. Voor ons is de winst vooral steeds mooier worden als park en de wereld ook nog een beetje mooier maken. Dames en heren, u heeft het kunnen zien. People, planet, profit. Zo is Gaia! Hey!